Maak kennis met de drieling allemaal. Ze hebben zo'n zin in school vandaag. Wat is er met jullie drie? Ben je het niet zat om losers te zijn? Hé, Skyler. Je hebt geen schijn van kans, Skyler. Kom op, doe rustig aan. Het spijt ons. Ah, hoe durf je? Eeuw, het is hier zo goor. Ik kom te laat voor de wiskundeles. Het lijkt erop dat we vandaag veel lessen zullen missen. Wiskunde is nu de minste van onze zorgen. We zitten voorlopig vast in dit toilet. Maar het is niet allemaal slecht voor de drieling, zo lijkt het. Een makeover krijgen? Dat klinkt verleidelijk. Dat is een aanbod dat we niet kunnen weigeren. Wow, hebben jullie dat gezien, meiden? Ik vraag me af wat er daarna komt. De drieling gaat op een mooi avontuur. Wacht, wie is daar? Hé, rustig aan, Liana. Ja. Wat ter wereld is dat? Ik denk dat dat een beautybox is. Laten we eens kijken. Weet je wel hoe je deze moet gebruiken? Kijk eens naar al deze dingen, meiden. We zullen er zeker ons uiterlijk mee verbeteren. Geef het aan mij. Ik wil ook mooi zijn. Ugh, je maakt een grapje. Er is niets meer voor mij. Oké, ik ben meteen van mijn puistjes af. Deze petjes zouden daarbij moeten helpen. En terwijl ze bezig zijn, helpen ze me ook met mijn neusproblemen. Meeeters zijn zo icky. Ik denk dat dat het is. Laten we eens kijken. Kijk naar mij, besties. Is mijn huid niet perfect? Nou, Polly, je hebt een, Oké, het is tijd dat ik ook voor mijn eigen gezicht ga zorgen. Oh, wacht. Dat ben ik gewoon. We moeten deze makeover wetenschappelijk benaderen. Eerst ontwikkelen we de formule. En los het dan op voor schoonheid. Aha, ik was naar jou aan het zoeken. Denk je dat je dat aan kan? Nou, aan het werk. Wauw, het werkte echt. Eeuw, dat moet ik kwijt. Ga van mijn gezicht. Mijn makeover is zo goed als af. Ja. Ah, waarom zijn er zoveel van jullie? Oh, ik zal het je laten zien. Schiet op. Ga weg en kom niet meer terug. Helaas is een tang geen erg nauwkeurig stuk gereedschap. Wauw, zie het regenen. Liana, stop. Blijf bij ons uit de buurt. Ik kan het niet geloven. Wat heb je gedaan? Oh, ik pak je hiervoor. Hé, waar gaat dat allemaal over? Blijf weg. Geef me dat. Ik doe het zelf. Oh, wauw. Heb je dat gezien, Polly? Ik weet niet zeker wie er sterker is. Lana over puistjes. Oké, meiden. Huh? Wat ter wereld is dat? Oh, nee. Waar komt al dat haar vandaan? Ik moet er vanaf, meiden. Het is een perfecte taak voor deze wastrips. Waarom heeft schoonheid zo'n hoge prijs? Hou het bij mij vandaan. Natuurlijk, Polly. Echt niet? Echt niet? Erg grappig, Liana. Oh, Polly, kijk eens naar mijn benen. Maar ik moet ook nog voor mijn wenkbrauwen zorgen. En daarvoor heb ik alleen wat kauwgom nodig. Liana, dat is mogelijk. Waarom gaan we ook jouw wenkbrauwen niet bijwerken? Blijf uit mijn buurt. Ah, je bent zo bang. Wow, ik hou ervan. Hey. Dank je, zus. Wow. Jullie zijn zo schattig samen, meiden. Uh-oh, deze snor staat mij helemaal niet. Waar heb ik mijn pincet gelaten? Oké, laten we dat haar verwijderen. Ik kan dit aan. Oh, Megan, je bent gewoon een rouw. Heb je wel naar jezelf gekeken? Wat, vind je het niet leuk? Oh, zus, pincetten zijn inmiddels zo vorige eeuw. Dit is wat je echt nodig hebt. Graag gedaan. Wow. Ach, prima. Laten we het eens proberen. Het werkte echt, Polly. Mijn snor is eindelijk weg. Hé, het is hier nogal warm, nietwaar? Eeuw. Waar komt dat vandaan? Ach, het stinkt zo erg. Maar er is tenminste meer dan genoeg om te vlechten. Ja. Weet je dat zeker? Ik denk niet dat het een goed idee is. Het zal wel. Het wordt geweldig. Je zal het zien. Ik breng vlechten terug. Wow. En die strikken zullen wat stijl toevoegen. Is het niet schattig? Oh, ik was het bijna vergeten. Jack, je bent er al. Ik ben zo blij om je te zien. Ik wacht op je, lieverd. Omhoog klimmen. Ik zal haar vasthouden, Liana. Doe het. Doe niet gemeen, jullie twee. Geen okselvlechten meer voor jou. Ik kom eraan, mijn liefste. Oh nee, betekent dat onze date niet doorgaat? Nu zie je er eindelijk goed uit, Polly. Maar vergeet niet om deodorant te gebruiken.
En ik dacht dat jullie mijn vrienden waren. Dat is het. Ik praat niet meer tegen jullie. We hebben het gedaan, Mekken. Hoera! Ik ben moe. Laten we even pauzeren, hè? Liana, waar zijn je manieren? Wanneer heb je voor het laatst je tanden gepoetst? Ugh, moeten jullie nodig zeggen. Heb je jouw tanden gezien? Oef. Je hebt gelijk, Mekken. Haal die spiegel van me weg. Ik kan niet kijken. We hebben allemaal noodtandenpoetsen nodig. Kijk, de Electrobrush 9000. Ben je klaar? Ik denk niet dat we dat zijn. Wees voorzichtig. Oh nee, de gadget loopt uit de hand. Godzijdank weet Liana hoe ze ermee om moet gaan. Nou, bereid je voor. Echt niet, Liana? Ik zal in plaats daarvan gewoon flossen. 1, 2 en ik ben helemaal klaar. Zie je? Geen oefening nodig. En een laatste versiering bovenop. Hoe zie ik eruit? Denk dat ik een beter idee heb, meiden. Maar als iemand dat al eerder heeft gebruikt... Laten we voor het geval dat schoonmaken. Nou laat je ons niet in de steek. Oh, Mekken, bij jou is het nooit saai. Een perfecte glimlach verbetert ons uiterlijk echt. Het lijkt erop dat de drieling dit echt onder de knie krijgt. Wauw, meisjes, check dit. Het lijkt erop dat dikke lippen op dit moment echt hot zijn. Maar we hebben speciaal voor deze gelegenheid een gadget. Kijk en leer. Zie ik er al uit als een fotomodel? Dit ding is gewoon te onbetrouwbaar, Polly. Je moet dit wetenschappelijk benaderen. Cool, hè? We lijken precies op het meisje op de omslag. Wacht even, ik heb een nog beter idee. Help! Ach, jullie zijn zo bang. Wacht maar, mijn lippen zullen het mooiste worden. Maar deze lippen zijn een beetje te groot voor comfort. Maak je geen zorgen, ik ben in orde. Wow, dit ziet er niet goed uit. Ah, ik ben er klaar mee. Wat een enorme blauwe plek. Is het erg, Liana? Ja, het ziet er slecht uit. Maar hey, het is niets dat een beetje make-up niet kan oplossen. Vertrouw me hier gewoon op. Ik weet wat te doen. Laten we beginnen met wat oogschaduw. Je zult gewoon van je nieuwe look houden. Nu, een beetje tonercreme en helemaal klaar. Je ziet er goed uit. Wauw, ik hou ervan. Vier het nog niet, we hebben nog meer dingen te doen. Weet je zeker dat het moet? Ja, dat ben ik. Eyeliner is het belangrijkste onderdeel van je make-up. Wauw, je bent hier goed in, Polly. Oké, waar heb ik mijn piercings gelaten? Perfect. Ik ben helemaal opgeknapt. Geef me die knuppel nu. Ik moet een selfie maken. Ja, ja. Veel plezier, bestie. Ondertussen heb ik wat meer cosmetische magie om aan te werken. Eerst een klein beetje concealer. Dan veel heldere oogmake-up. En veel glitter. Nu zijn we klaar om te schitteren. Nou, ik ben helemaal klaar. Hoe zie ik eruit, meisjes? Ondertussen gaat Mekken in haar eigen tempo. Je kunt geen make-up aanbrengen zonder de theorie erachter te kennen. Laten we beginnen met leren. Laat me nu niet in de steek, wetenschap. Hé, zus, wat doet Mekken daar eigenlijk? Nou, meiden, wat denken jullie? Deze gidsen hebben me nog nooit in de steek gelaten. Nee, Mekken, dit gaat gewoon niet. Wij zorgen voor je make-up. Blijf gewoon zitten. Ja, zus. Vertrouw ons. Ik denk dat ik het zelf aan kan. Echt niet? Je boeken zijn hier nutteloos. Nou, dat is beter. Zijn we nu klaar met onze makeovers? Kijk maar naar ons haar. We zien er verschrikkelijk uit. Hé, ik heb een idee. We hebben toch een krultang? Ik kan niet wachten om het uit te proberen. Wacht even, ik wil eerst gaan. Echt niet? Hij is van mij. Denk er niet aan, Polly. Geef me dat. Kom op. Ik ga het mooiste kapsel hebben. Oef. Jongen, ben ik sterk? Er klopt iets niet, Liana. Haal dat ding bij ons weg. Geen paniek, besties. Ik heb het allemaal onder controle. Je had er niet mee moeten rotzooien. Haarverf is sowieso veel handiger dan krultangen. Nu ga ik het schattigste kapsel hebben. Dat is zo oneerlijk, Polly. Jij bent ook bij haar, Mekken? Oh, ik zal het je laten zien. Ik zal gewoon improviseren met mijn knuppel. Oké, ik ben nu helemaal mooi. Nu als finishing touch. Je kunt nooit te veel glitter hebben. Steentjes zijn best cool, maar zijn ze niet een beetje saai? Mekken heeft een beter idee.
Elk kapsel kan worden verbeterd met enkele slimme accessoires. Deze paginabogen uit het leerboek zijn gewoon perfect voor de klus. Ondertussen gaat Liana voor een paar schattige vlechten. Wauw, zo snel en gemakkelijk. Deze handige gadget heeft ons hier echt geholpen. Wauw, wie zijn deze hotties? Ik wed dat ze ons op school niet eens zullen herkennen. Nee, ze zullen ons herkennen aan onze outfits. Je hebt gelijk, zus. Oh, ik heb een idee. Kijk daar eens naar. Kom op, schiet op. Ga aan de kant. Wauw, het werkte. Bekijk Polly's nieuwe look. Pech, zus. Nu is het mijn beurt. Leuk, ik hou ervan. Maak plaats, Megan. Ik heb zoveel ideeën voor mijn outfit. Hey, waarom werkt het niet? Raak niet van streek, Liana. Het zal wel. Ik kan dit alleen aan. Mijn geluksarmband heeft me nooit eerder in de steek gelaten. Nou, wat vind je van de nieuwe ik? We zijn eindelijk klaar, Liana. Oké, koninginnen, volg mij. Het is tijd om onze school te bezoeken. Meisjes, we moeten die pestkoppen een lesje leren. Stop met haar te plagen. Het is gewoon een klein misverstand. Oh, heel erg bedankt jullie drieën. Je hebt me daar echt gered. Hé, hoe zou je het vinden om jouw uiterlijk ook te verbeteren? Een kaartenhuis is een kunstvorm. Oké, voorzichtig. We hebben het bijna. Nee, Skyler. Slechte timing. Nou, nog een poging. Mijn abonnees gaan het zien. Oh nee, Skyler. Wat is er mis met jou? Oh ja, mijn scheikunde-experiment werkte bijna. Ze gaat ons zeker geen rust geven. Hey. Ik heb een idee. Juist, we hebben huizen nodig. Volg mij. Hé, waar gaan jullie zussen heen? Wacht op mij. Daar gaan we. Dit is wat we nodig hebben. Kom op. Dat is een goed idee. Laten we de lamellen in elkaar zetten. Perfect. Het enige dat overblijft is om ze te bevestigen. Ik denk dat het zal blijven staan. Wauw, we hebben het zo goed gedaan. Yes. Ja, vrienden. Je verbeeldt je het niet. Nu weet ik mijn weg met dit ding. Kijk allemaal. Hier komen onze driehoekige huisjes te staan. Oeps. What? Klassieke Alice. Zet ze bij elkaar. Wauw, driehoekige huizen. Het is een goed idee, maar je moet het wel goed berekenen. Geloof me, er is veel om mee te werken. Dus laten we de juiste lengte meten. Je kunt niet bouwen zonder blauwdrukken. Ik denk dat dat de juiste maat is. Dit ding is behoorlijk scherp. Daar gaan we. Het is niet zo gemakkelijk. Ik kan niet wachten om in mijn hut te trekken. Kijk eens wat ik heb. Houten muren? Dat is mooi. Precies het ding. Nu voor het leuke gedeelte. Daar zal ik voor zorgen. Heel eenvoudig. Zelfs ik vind het leuk. En... top. Precies goed. Perfect. Het enige wat we hoeven te doen is de wanden aan de steunbalk te schroeven. Dit ziet er geweldig uit. Nou, vrienden, tot de volgende keer. Hey. Nee, alle stoelen zijn bezet. Hang it. Wat als we onszelf tussen de huizen plaatsen? Het is te smal. Waar moet ik nou wonen? Maak je geen zorgen, we voegen gewoon nog een detail toe. Het zal geweldig zijn, je zal het zien. Echt? Dat is zo cool. Laten we een plank tussen de hutten plaatsen. Schroef het vast. Voilà. Het huis van Alice is nu ook zo gezellig mogelijk. Wauw, dat ging makkelijk. Yes. Nou vrienden, het is tijd. Neem je plaatsen. Wauw, het is hier zo cool. Het is gek. Het is zo geweldig. Het wordt tijd dat we gaan schilderen. Laten we deze plek er mooi uit laten zien, zullen we? Dit ziet er indrukwekkend uit. Zo dus. Het is mooi, maar het is te saai. Laten we wat zwarte verf toevoegen. In de vorm van chaotische tekeningen. Dat noem ik nou contrasterend interieur. Ik ben dol op het bevlekken van schone muren. En Alice hut ziet eruit als snoep. Het is tijd om gezellig te worden. Roze is de juiste keuze. Klik, klik en klaar. Dat is goed. Wat als ik wat lampen toevoeg? Dat is zo cool. En laten we de muren geel maken. Ik hou van warme kleuren. Nu voor het leuke gedeelte. Alles moet hier blinken.
daar gaan we. De holografische wand is een trendy fotoruimte. Wat weet jij over stijl? Hoe helderder, hoe beter. Wauw, wat een sappige kleur. Groen is rustgevend. Ze beseffen niet wat ze verliezen. De afwerking is in volle gang. Dit is geweldig. Ik voel me alsof ik in een regenwoud ben. Er zullen heel veel geweldige feesten zijn. Maar we moeten alles klaarzetten. Vuilniszakken, perfect voor wanddecoratie. Laten we ze plaatsen. Ik ben een pro! Wauw, natuurlijk! Dat is een geweldige stop. Laten we de tulle aan het frame bevestigen. Het is geweldig! Dit zal het huis lichter maken. Go me! Het is prachtig! Hoe zit het met het plafond? Je kunt nooit te veel roze hebben. Plak de gekleurde folie op de dubbelzijdige tape. Wauw, net een sprookje. Ik heb ook mijn eigen ding nodig. Ik moet iets bedenken. Juist, dat zal niemand anders hebben. Dat klopt, je kunt hier niet verslaan. Klaar. Oeps, ik denk dat ik overdreef. Oh. Vergeet de vloer niet. Alles moet hier perfect zijn. Dat is het. Het is als een droomhuis. Het draait allemaal om het tapijt. Het is zo zacht en gezellig. Ik moet het delen met mijn volgers. Hashtag Alice Sweet Home. Gedurfde interieurs hebben gedurfde oplossingen nodig. Ik krijg er de kriebels van. Klasse. Hoe zit het met spikes? Brutaliteit bij elke hoek. Groen. Overal groen. Het is zo cool. Dit huis heeft geweldige meubels nodig. Laten we de kist zachtroze verven. Bedek de bodem met plastic. Het enige dat nog overblijft is om het vast te maken. Ik kan het. Dat is het. De perfecte plank. Ik heb een plek om mijn spullen te stallen. Het is zo mooi. Hier is het. Laten we wetenschappelijke gezelligheid creëren. Natuurlijk. Precies wat ik nodig heb. Knip het voorzichtig uit. Leuk, de fles lijkt net echt. Ik ga deze keer voor geel. Een zachte spons zorgt voor een gelijkmatige kleuring. Daar ga je. Daar had ik het over. Nog een paar details over. Yes! Ga over de omtrek met een marker. Perfect! Het was het waard. En gekleurde tulle zal een geweldige chemische reactie veroorzaken. Het experiment was een succes. Dit is de droom van elke wetenschapper. Oh, ik denk dat deze paraplu in de prullenbak hoort. Hoewel, ik heb een beter idee. Laten we de extra's wegdoen. Daar gaan we. Dat is alles wat ik nodig heb. We gaan het beplakken met plakband. Nu komt het leuke gedeelte. Een rood spinnenweb van draad. Dit gaat echt spectaculair worden. Wauw, ik ben sprakeloos. Zet een spiegel in het midden. Nou schat, je gaat nu hier wonen. Yes! Cool en erg handig. Wee, wat een zachte puzzel. Jij gaat op de muur. Oh nee, geen enkele normale foto. Wauw, dank je. Precies wat ik nodig heb. Dat is nog eens een fotokleed. Elke echte blogger zou er een moeten hebben. Dat is geniaal. Waard om te onthouden. Auw, nutteloze muur. Juist, het kan nuttig zijn, nietwaar? Wat een geweldig idee. De kennis zal overal zijn. Wat denk je, vriend? Ik denk dat je het geweldig gaat vinden. Jullie twee zullen hier niet vervelen. Het is tijd om op te ruimen. Oh nee, dit is zo saai. Ik moet iets doen. Natuurlijk. Lichte klei. Wauw, zo rekbaar. Meer kleuren en leuke vormen. Zoveel beter. Je blijft daar. Dat was leuk. Ik kan jou ook gebruiken, vriend. Waar moet ik aan denken? Oh, we nemen een doos. Doen er een zachte doek omheen. Geweldig. De telefoon zal hier erg gezellig zijn. Nu hoeven we alleen nog maar een goed gat te maken. We hebben naald en draad nodig. Een paar steken. En het is klaar.
De doos op de dummy plaatsen. Het wordt tijd om de bloggertest te doen. Smile! Het perfecte statief! Een rol schuimrubber en een scherp mes. Er staat iets groots te gebeuren in Julia's hut. Laten we het snijden. Geweldig! De dingen zijn klaar. Nu moeten we ze aan elkaar naaien. Ik hoop dat ik het kan. Daar. Niets om bang voor te zijn. Laten we beginnen met de bekleding. Lijm de naden. Dit wordt een haaienbank. Geweldig. Laten we nu de vinnen toevoegen. Lijkt net echt. Dit is een geweldige vis. Ik wil er echt op liggen. Deze pompons kunnen pluizig moleculen zijn. Neem een stuk draad en doe er een pompon op. Ze zullen jaloers zijn. Maak een zacht gekleurd boeket. En laten we nu de stukken draad verbinden tot één grote ketting. Wat vind je van dit DNA-model? Daar blijf je hangen. Ik weet wat er ontbreekt. Een te gek feest. Oh ja, een discobal voegt 100 punten toe aan de stemming. En dit is waar ik zal zitten. Het is helder en stijlvol. Dat is waar ik van hou. We hebben meer kussens nodig. Het is zo gezellig. Hallo allemaal, hier ben ik. Audiobanden? Nutteloze rommel. Maar ik denk dat je van pas komt. Pak het lijmpistool en lijm de banden aan elkaar. Vorm een kubus. Vergeet de lichten niet. Wow, wat een stijlvolle tafel. Schat, jij gaat hier wonen. Met ballonnen voelt dit als een feestje. Ik denk dat we er helemaal klaar voor zijn. Meisjes, hier! Wat is er? Oh nee, Jokus! Boe! Wat, ben je bang? Ik heb mijn best gedaan. Ja, het is niet leuk. Ik vind het leuk, ik vind het cool. Wauw, is het echt? Dat is te gek, ik heb er altijd alleen gewild. Oh mijn god! Hij is schattig, nietwaar? Mijn beurt, volg mij! Wacht, ik wil ook showen. Hey. Wauw, dit is cool. Dit is een hele coole achtbaan. Laten we het als souvenir houden. Yes. Hallo, hier zijn we. Geweldig, hoe heb je dat gedaan? Ik denk erover na. Ik denk dat het nu mijn beurt is. Waarom niet? Laten we gaan. Ze zijn me vergeten. Wauw, deze plek is geweldig. Goed bezig, Skylar. Wauw, het is net een wetenschappelijk laboratorium. Oh ja, dat was niet gemakkelijk. Ik weet het. Geweldig gedaan. Hallo, vriend. Ja, je bent niet zo'n prater. Ik denk dat het goed is. Ik zie er goed uit. Hey allemaal, Alice is weer in de lucht. Oké, het is klaar. Ik heb het weer gedaan. Hey. Kom op, meiden. We hebben het geweldig gedaan. We zijn geweldig. Oh ja, precies.